Ik hoop dat er snel veel mensen gekild worden, dan gaat die chaos in de kaal even weg. Dan gaan we mute, jongens! Uitballen! Imposter met Matt! Dat is lekker hoor, dat is heel lekker. Oké. Mensen, we gaan beginnen. Ik heb geen idee wat hier het plan is. Met Matt samen, challenge. Oké, het idee is dus vooral, gewoon niet te veel opvallen. We zijn wel met 9 man, dat is irritant. Oh, die lampen worden nu meteen door Matty geneukt. Oh, die zijn nog gefixt. Oké. Die zijn nog gewoon lekker gefixt, dus ik ga hier lekker bij staan. Even lekker nep imposteren. Milo! Hey Daadje! Is het eigen video? Ik sta een electrical om een test doen en Mattie en Milo staan daar en Rob wordt gekild. Het is of Mattie of het is Milo. Ik was het niet in ieder geval. Ik heb niet gezien wie het is, omdat ze in elkaar stonden. Maar zullen we eerst Mattie eruit stemmen en dan gewoon... Dit was zo fucking random. Maar Milo, wat heb jij te zeggen? Ik wil eigenlijk wel Milo stemmen uit. Nou, ik was het zeker niet, dus het was of Chester of Mattie. Ik weet niet wie van de twee het was, dus zonder bekruisje. Mensen, ik beken, ik heb hem daar gekild. Ik beken. Dit was mijn kill. Maar dit vind ik dus weer eng, want ik geloof het dus weer. Ja, dit is weer iets te makkelijk. Dit is mijn kill, stem lekker op mij. Dit is mijn kill. Ik heb op Matty gestemd. Stem op Matty. Okay. Maar geloven wij dit? Nee, maar we gaan wel stemmen. Nee, het is sowieso Milo. We gaan wel stemmen. Zijn het niet Matty en Chester, zodat Matty nu probeert Chester te verdedigen? Milo, hou je bek, ik zweer het je, maat. Ik zweer echt. Oh, nou, je gaat de verdediging schieten. Het is Milo. Ik word al zo vaak eruit gejankt en ik ga altijd dood. Ik wil best nu op Matt stemmen, maar soort... Is goed. Okay. Jongens, hou Milo in de gaten, dat is het enige wat ik zeg. Je mag ook mij in de gaten houden. Is Milo ook? Is Matt en Milo? Ook. Nee, dat kan niet. Ik denk dat Milo Chesto is. Doei. Als iemand de imposter is, kill Milo. Is goed. Dit is zo kut. Ik dacht die Matt die killt hem, ik dacht even dubbel kill. Godverdomme, die Matt die pakt hem niet en daarom ben ik nu de lul. Hij offert zichzelf, hij weet het ook, daarom offert hij zichzelf. Maar een soort, als je gewoon dubbel kill, meteen tik tik, Chesto ook eruit, dan weet niemand, er liggen er twee dooi, dan is er niks aan de hand. Godver, Matt die snapt het niet. Kut zo, ja, hij snapt het wel, want hij had meteen spijt, maar een soort... Gadverdamme. Ik dacht even dubbelkeeltje, maar ja, Matty was te laat. En daardoor kon Chester meteen dat lichaamreport. Het zal, nu ben ik nog als enige over, maar ik denk dat ze het weten. Ik denk dat ze het wel doorhebben nu, maar... Dit is wel echt fucking kut. Ja, goed. Hoi. Dus. Milo. Yo. Het is sowieso niet Chester. Milo, waarom ren jij weg als het. Als ja, ik had even error. Ik dacht dat het in het andere. Ik was even vergeten dat het in die kamer zat. Ja, 100%. Ik was onderweg terug alweer. Maar 100%. Oké, maar Mark heeft mijn dekking, want. Ja. En Matty is gekild, dus dat is heel goed dat hij in post heeft geluisterd. Dan moet het Milo zijn. Want ik stond naast. Nee, want Matty is uitgestemd. Had hij eruit gestemd? Oh ja. Ja. Oh ja, dat is waar. Ja, goed bezig. Maar wat zeg jij, Mark? Wat zeg jij, broertje? En Mark, jij zegt dat je Chester covert? Ja. Hoezo? Ik was bij security aan het gluren op die camera's toen zeg maar net die oxygen afging. Chester had mij makkelijk kunnen killen. Hè? Je kan nog steeds wel argumenteren, hij had het nog steeds kunnen zijn. Maar wacht, wat werd er? Oké, Mark, dus Chester is inderdaad 100% niet. Ja. Wacht, maar Raoul, wat zou jij van... Net zoals Rob, die het zeker niet was, zo'n fake pass kan doen als niet gekild. Je wordt niet gekild, of hij is het niet. Ah, oké. Goed, duidelijk. Ik denk Milo. Want? Ja. Omdat jij daarbij stond toen de eerste keer... Jij toch ook? Jij report hem zelfs! Ja. Hey, maar omdat jij hem toch killt, jongen! Nee, gast! Doe niet! Ik vertrouw jou, Koen, in ieder geval, want we hadden elkaar al lang kunnen killen. Ja, maar ik vertrouw Chester gewoon niet. Dat weet ik nog niet. Ja, ik vertrouw Milo. Chester report, die killt wel Mattie en ik erop staan. Mattie zegt volgens ook, ik snap niet waarom Mattie dat zegt. Want ja, het wist tenzij hij het was, maar dan zou ik het ook niet zeggen als ik hem was. Jij zegt op een of andere reden. Ik kan dat zo meteen doen, dan bewijs ik het. Is goed, jongens, laten we eerst Milo eruit stemmen en als Milo niet is, nou ja, mag je mij eruit. Ja, prima, zullen mij eruit, maar zijn we alsjeblieft naar Chester eruit. Ja, doe maar. Okay. Ik druk dan nog op de emergency knop, oké? Okay? Ik vond dat Essie en Santi ook wel sterke punten hadden. Nee, ja bro, luister, ik ben echt mijn ding aan het doen. Raoul, waarom stem je op mij? Ja, leuk. Omdat het kant is. De ballen. Mattie, pak dan die dubbel kill, Matt! Gast, waarom dubbel kill niet? Ik killde hem, Milo. Ik killde hem. Jij deed niks. Ik heb toch gekild? Tantu slechte Nee, ik had hem gekild. Had ik wel die beelden zo terugkijken.
Dit ja, is zo slecht gedaan. Of ik heb gedaan. Het geneukt. Nou, het was juist goed dat we hadden een dubbelkill. Ja, ik wilde een dubbelkill maken. Iemand killed en die tweede, wat ik dacht dat Milo was, die deed niks. Jij stond te kijken naar de body. Toen waren we er allebei bij. Maar ik heb die kill toch gemaakt? Nee, voor mij niet. Voor mij niet hoor. Voor mij heb ik die kill gemaakt en heb jij die tweede kill niet gemaakt. Nee, ik heb die, okay. Ik heb die kill gemaakt. Nou, ik weet bijna zeker dat ik hem heb gemaakt, maar goed, we zien het wel. Een goede kill. Godver. We gaan het meemaken. Waar zit mijn tasken? Oh, overal! Nou, we beginnen bij die reactor. We gaan het eens even meemaken. Nee, deze vind ik zo kut. Die duurt zo lang. Ja, nou, prima. Ik ga die lamp ook niet fixen trouwens. Ik sta hier prima. Oh, ik was bijna yes, klaar. Ik heb niet even kunnen wachten, jezus man. Heet er daar? Hey, de boys. Nee, twee doden. Wat de fuck? Heb je een pakketje? Want ik verwacht wel een pakketje. Ik ga even kijken, wacht. De lichten waren uit. En bij mij stond er ineens report. En toen ging ik zoeken en toen lag hij boven bij storage. Hij lag onderin bij storage. Boven mij bij die blokken. Wacht, jij vond Koen. Essie is niet gevonden dus. Ik denk dat Koen aan het tappen was bij de fuel tank. Ik ging in het begin naar rechts, want ik had een taak bij navigation. Toen zag ik Essie was bij weapons, die asteroids, dit shooting ding aan het doen, denk ik. Okay. Rob is nog steeds gemute trouwens. Maakt niet uit, trouwens. Wat een legend. Even Rob, je wou het wel geloven, of staat hij af elkaar? Wat hebben jullie Rob die heeft zich niet meer... Nou, er zijn dus twee mensen dood. Al lang niet meer geunmute. Rob? Rob die heeft geen idee. Rob, unmute jezelf. Op zich ook best wel een goede tactiek. Gewoon niks zeggen. Zullen we erop stemmen gewoon? Yo. Ja, de bel ging. Ik weet niet of iemand dat verteld had. Maar ik stond bovenin bij cafeteria met Santino. Maar die heb jij echt gevonden? Ik heb Koen gevonden, onderin storage. Ik was van lower engine naar electric onderweg om het storage aan te zetten. Dan moet Essie dus al heel vroeg gekild zijn, want Essie ging in het begin gelijk naar rechts. Als Koen bij storage gekild is, dan... Ik zag niemand met Essie mee naar rechts gaan, man. Mijn alibi is dat ik mijn muis niet heb. Oké. Wat was je toen dan? Ik geloof je. Ik skip vote gewoon. Ja, ik skip deze ook. Ik skip vote. Oh, ik was zelfs te laat om te stemmen. Wat gebeurt er dan? Ah, dat vind ik heel kinderachtig. Mark, waarom stem je nou weer op mij? Heel kinderachtig. Vies hond. Wat een lul ben jij? Hey, je kunt ook blanco stemmen. Oké, allemaal Mark. God, voor die Mark, wat een lul joh. Oké, was ik bijna klaar met dat kutspel. Moeten we helemaal naar beneden. Nou, die lampen. Kan iemand hier alsjeblieft even regelen? Wie liep daar nou? Oh, het is al gefixt. Nou, dan gaan we dat kutspel... Tyfuskind, laat mij dat kutspel eens doen! Laat mij de auto doorheen. Oh mijn god, ik word gek! Dankjewel. En dan gaan we. Daar gaan we weer! Lekker. Oké, electric... Oh. Waar is de body gevonden? Hellasus Rob, Robbie, 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 Robbie. 100% bij storage. Weet je waarom ik het niet was? Omdat de deuren van storage dicht waren. En ik stond links bij electric. Ja, maar besef wat ik zie. Ik kom van links naar storage lopen. Dit is veel te onvies. Roel, waar stem jij nou op? Wacht. Gast, besef, maar mag ik vertellen wat hier gebeurt? Ik kom van links naar rechts aanlopen en Rob loopt de andere kant richting mij en die ziet mij en die loopt terug en die vindt een bord. Nee, dat is helemaal niet waar! Jawel, maar kutte het echte wat een kutte. Chester Santino. Ja, Chester stond naast de bord, ja. Klopt, ik heb geen bord. Oh nee, jij. Rob heeft een bord. Chester Santino, ik vind Matty wel een soort, en Raoul die meteen hem steunt, wel een soort verdachte Matty twee samen. Matty is 100%, anders ben je niet maar zo. Luister. Zo fanatiek! Luister, wacht. Ik snap Matty's bericht, maar ik was in weapons. Ja, het kutte dat Mark niet dood is. Ik was die asteroids aan het doen. Ja. Ik loop vanaf weapons, wilde ik naar cafetaria, die deur ging dicht, dus ik dacht kut. Ja, inderdaad. Toen dacht ik dat Mark is, ik dacht oké, nu word ik in mijn reet geneukt. Ik loop door naar Shields, daar gebeurt niks. Ik zat eigenlijk te kijken of Mark die task bij Shields ging doen, of zo venten, dat is niet gebeurd. Toen loop ik naar communication, ik loop uit communication naar storage, die deur gaat open, Mark ligt daar dood en Rob en Matty staan daar, dus... Rob, ik wist niet dat de deur dicht was, want ik kwam van links en die deur, ik heb die deur nooit dicht gezien. Nee, die storage was ik vind een soort verdacht, ik vind het soort verdacht dat Raoul meteen op Rob stemt omdat hij Matty iets zegt. Dat gaat snel voor mij. Maar waar hebben we op gestemd? Met mij in electrical. Maar wie was ik stem op Rob. Ik stem op Rob. Alleen om het licht aan te zetten. Word ik nou uitgestemd? Wat een absolute mogolie. Ik verdenk Matty Raoul een beetje hoor, Chester Santi. Had Rob sowieso kunnen zijn, maar Rob was net AFK.
Dit is wel een hele wat de suck, ik was er net niet eens. Dat was Carlo Domina, dat was AFK. Ja, kut. Ik wil dat ding doen. Godverdomme. Het Chester is niet met zijn niet natuurlijk die Mattie en Roel. Het zijn die Mattie en Roel, dat weet je toch? Dat weet je ook. Ja, dan wordt een van ons gekild, dan is het klaar. Ja, de emergency. Doe emergency. Mattie gaat ons killen. Mattie gaat ons killen. Mattie en Roel gaan 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 ons killen. Doe die emergency. Doe die emergency. Doe die emergency nou. Nee! Nee, 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 laat me het door! Ik wil emergency doen. Oké, okay, nou. Oh, ik durf niet meer. Jezus. Nee, maar een soort van, als er nog twee imposten zijn, die wordt één uur gekild, is klaar. Dus ik wil even emergency doen. Snap ik. Alleen jammer die deur precies voor mijn neus dicht. Mag ik net wat zeggen? Er was iemand gevonden in storage. Je mag net wat zeggen, maar je mag nu ook wat zeggen. Ik was op een gegeven moment opgesloten bij admin. Met Santino. Iemand zat toen de security lichten te kijken. Die had het gezien, als het goed is. Toen liep ik naar boven, toen liep Santino naar onder. En daar was een body gevonden bij storage. Wacht, waar? Ja. Maar die body heb jij toch gevonden de eerste onder? En wat ik me ook afvraag, ik was net voor die dichte deur naar de cafeteria, was ik met Mattie en Roel samen. En op het moment dat die mij had gekild, was ik klaar geweest. Nee, die ronde van daarnet, toch? Die twee kunnen het eigenlijk niet zijn. Raoul, die body heeft erop gevonden. Nee. In storage doen. Dat is met die deur open gemaakt waar Mattie bij stond. Jij zegt, jij hebt toch een body gevonden? Dat was de eerste ronde, was Koen. Ja, over welke heb je het? Nu net die van die. Die tweede, die dus, die de ene laatste van. Ja, Santino was toen een admin. En ik wil eigenlijk graag op Santino van Mark, stemmen, omdat hij voor de rest ook nog niks heeft ingebracht. Hé, nee, wacht, ik volg je helemaal niet, Goos. Hoeveel tasks heb je in Santino? Ik ben nooit in storage geweest, hè? Nee, maar soort mijn gedachtegang was, ik had na de er moet nog één iemand dood. Wij liepen bij admin, toen waren de deuren dicht. Dus of je hebt de hele tijd in admin blijven staan, wat ik heel raar vind. Want je bent in ieder geval niet omhoog gelopen de vorige ronde, toen we daar zaten opgesloten. Nee, ik geloof niet dat Roel Mattie dwaalt. Die hadden mij dan wel gekild. Niet voor die dichte deur. Dus, nou, oké. Okay. Ik ga met je mee, hoor. Ik ga op Santino. What? Dan doe ik ook mee, dan is het klaar. Nee, want we hebben er nog geen. Er zitten er nog twee in. Iedereen is gekild of eruit gestemd. Ja, tenzij Santino nu de imposter is, toch? Nou, het kan zijn, zijn dat we alsnog hebben gewonnen als het Milo en Chester zijn. Maar, of verloren hebben, als het Milo en Chester zijn. Ja, maar als Rob het was, ja, dat zien we wel. Ik denk dat het nu gewoon klaar is. Ja, het is Mattie en Chester. Nee! Oh mijn god. Lekker man! Hoe is die Mattie? Hij ziet toch die Mattie? Raoul, waarom stem je al zo vroeg in de ronde? Zeg maar, Mattie zegt één ding. Dat vraag ik ook af, ja. Het is wel. Ik vond het fucking verdacht. Het was ook wel verdacht erop wat daar gebeurde, hè? Oprecht. Het was perfect, kwam het uit. Hoezo? Ik liep niet weg. Ik kwam gewoon in één straight line naar de body gelopen en ik riep op. Chester's verhaal in het begin klopte toch al van geen kant. Oké, crewmate. Even kijken, waar zitten die tasks? Oh, eentje helemaal rechtsboven. Die doen we die meteen eerst even. Downloaden. God, voor meteen die oxygen. Waarom nou weer meteen die oxygen? Nou ja, het zal. Dan hebben we die admin, hebben we er twee. Mark, pas je op. Uploaden die handel. Lekker up, lekker loaden. Ja, ik vind het verdacht dat Roel dit meteen al stemt en meteen met mensen meegaat. Maar dat doet hij gewoon. Hij is gewoon heel erg makkelijk beïnvloedbaar. Blijkbaar. Even kijken. Security gaat naar... Oh, naar Medbay. Ik wil nu kijken wie er bij Medbay zat. Wie is daar? Wie komt daar? Ja, Roel. 100% Roel. Nice. 100% rol, 100% rol. Oké, waarom 100% dan? Rol. Ik zat op die adminkamer te kijken naar... Nee, geen hete... Ja, soort van. Ik zat naar die adminkamer te kijken en ik zag hem switchen van een kamer voor mijn security... Of hoe heet dat ding waar die camera's zitten, security, links? Security, naast de rector. Ja, zag ik hem switchen naar Medbay, ging ik daar dus heen rennen, gewoon vent. Ik zag hem kijken wie is daar. Dan zag ik die rol weglopen daaruit. Maar dat hoeft niet, hè. Dat kan... Nee, waarom je kan op dezelfde kamer. Als er een poppetje uit en een poppetje in. Ik heb net bij Medbay heb ik die sample gedaan. Toen liep ik weg. Toen kwam ik terug voor die sample aan het begin. Maar bij Medbay is het niet geweest. Ik vind wat... Ja, de sample gedaan, toen kwam je terug voor de sample. Ik ben bij Medbay gegaan. Daar kost een menu. Maar wie stond er in security dan? Ik stond in security. Ja, dan... Ja. En wie eindigde er in Medbay dan? Maar als... Roel ook, nee, Roel luister, ook, ja. Luister, nee, maar luister, als ja, Milo... Alleen... luister, als Milo iemand gelijk van security naar Medbay gaat, is hij niet via de gang geweest. Nee. Jawel, als Raoul... Ja, dat is wel heel toevallig.
Ja, maar dat gebeurt best. Dan moet je eerst die upper engine nog... Zit toch een kamer tussen en die zie je toch verschijnen dan? Zit een kamer tussen, je kan niet in één keer via de gang, hè? Nee, maar wat Milo zegt klopt, want dan zou die via upper zou die moeten zijn. Nee, ja, maar let op. Iemand gaat security uit. Net loopt toch gelijk op. Iemand loopt security uit. Iemand gaat met B in. Dan ziet hij die switch. Vervolgens gaat hij, moet hij van admin naar met B. Ja, maar er is nooit iemand in upper engine geweest. Er is nooit iemand in upper engine geweest, Rob. Oké, dan zijn het tussen Roel en Rob. Ja, Roel en Rob, hebben ze. Ja, hoor. Ja, maar hij moet Roel en Rob, daar gaan we. Hij moet toch zijn admin loslaten. Kijk, eerst op Roel en dan Rob. Hij moet zijn admin loslaten om er zelf heen te lopen. Het kan gewoon. Rob, je hebt jezelf opgevolgd. Rob, jij bent wel behoorlijk van een type. Maar goed, dan zijn we nu Roel en dan Rob. Dan stem je mij er dadelijk uit. Helemaal prima. Die Rob was al vrij overtuigend. Nou, dan gaan we met die Rob mee. Daar gaan we dan. Ik wil niet in mijn eentje mee. Ik wil soort niet in mijn eentje mee, alsjeblieft. Ik geloof die Rob voor een meter. Ik was er niet in mijn eentje mee. Ja, hutschoen erbij. Prima. Hutschoentje. Daar gaan we dan. Rob. Laat maar eens even wat zien, Rob. Laat hem maar eens even zien. Dan gaan we jou eens even in de gaten houden, mannetje. Daar zag ik helemaal niks van gebeuren. Ja. Laat hij daar even kijken. Nou, weet je. Het zal wel. Stik er maar in. Ik ga lekker mijn electrical testjes doen. Zoek het uit. Oh, die Rob weer. Ik vertrouw die Rob echt zo over een meter. Maar Roel moet het wel zijn, dat kan niet anders. Nou, de lights. Dan gaan we die meteen fixen. Is al gefixt. Door Rob, ja, dat is dan wel een beetje dat je denkt, ja, ik kan het ook doen om zichzelf minder verdacht te maken. Dat hij natuurlijk weet van, ik ben nu zwaar verdacht. Dat hij dat even wilde fixen. Dat kan natuurlijk makkelijk. Hallo? Laat mij er eens door. Laat mij er nou door, dankjewel. Dan gaan we eens even kijken. Security zijn er nu 3. 2, 1. Die gaan die kant op. O2, ja, het zal. Het zal even lekker swipen. Hallo? Too slow? Dankjewel. Die mat, ja, die gaat ook wel. Weer die kutlampen. Ja, Roel is natuurlijk, dat merk je aan alles. Roel was natuurlijk imposter. Die is nu dood. Er is wel iemand. Ga nou niet kutten. Laat mij het nou doen. Oké. Santino. Je merkt natuurlijk aan alles. Roel was die imposter. Dus die heeft nu lekker alle tijd om lekker te gaan lopen kutten. En lekker die lights uit te gooien en alles op en eraan. Irritant gewoon eigenlijk. Maar ja, Rob en Koen. Maar ik ben echt meer en meer overtuigd van dat Roel echt wel een imposter was. Ja, wie het dan nog meer was, dat is natuurlijk dan de grote vraag. Ik weet niet of het Rob is, maar Rob was een soort te fanatiek Roel aan het verdedigen. Dat is het enige wat ik een beetje heb. Waarom is die deur nou weer hier dicht? Weer om die Roel te kutten. Dankjewel. Onze Rob loopt daar. Ik zal eens kijken. Heeft hij nog eens een bodytje of zo? Of hoe zit het? Oh. Het is zeker Mark. Ik word ziek zenuwachtig van Koen nou. Op camera, Mark in de vent op camera. In de vent? Het moet op Mark, ik ben ingesloten. Dit is ongekend. Mark, ik volg jou vanaf het begin. Je hebt helemaal niks gedaan. Mark, je bent dood, hè? Het is zeker Mark. Weet je waarom Mark is? Maar waarom mute jezelf? Omdat ze Mark toch hebben zien venten. Maar goeie, dat wist nog niet jij het was, zeker? Ja, wist ik natuurlijk wel, hoor. Ja. Nee, maar kijk, er klopt hier één deel niet van, want ik ben in het begin naar links, dus ging gelijk de deuren dicht. Weet je waarom ik wist dat jij het was? Omdat bijna iedereen zijn task al heeft gehaald en er is nog niemand dood, want jij doet niks. Jij hebt, Mark, ik ben aan het kijken. Helemaal niks gedaan. Jij hebt 20 minuten met Essie alleen gestaan. Jij ging je tasks voltooien. Als ik post heb je geen tasks. Dat kan niet. Wat je nu zegt. Nu lig je weer. Roel, dan lig je weer. Jongens, wacht even. Mark, op wie ga jij stemmen? Weet je zeker dat het Mark is? Of?
Ja, ik zag een vent op camera. Oké. Lekker Mark. Dat is echt bizar. Mark, je hebt ook bij security heb je een half uur gestaan. Bij storage ging je naar dat luik. Maar Roel, jij was wel eerder betrapt, hè? Roel, jij bent ook gewoon gebruikt. Ja, ik heb het ook volledig opgefokt. Dus daarom ging ik Mark volgen en ging ik helpen saboteren. En Mark, die was volgens mij niet eens wat er gebeurde. Die denkt, hè? Nice. Kom maar. Deur dicht. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ongekeerd. Willen we nog eentje doen of is het zo goed? Ja, ik wil Oké, okay, laatste voor deze. Oké, okay, dan gaan we. Crewmate weer. We beginnen rechtsboven in weapons. Nou, daar gaan we. Die reactor meltdown. Nou, zoek hem maar uit. Ik ga er niet heen. Er zijn met zoveel nu nog. Het zal goed komen. Hallo? Als iedereen dat denkt, dan wordt het natuurlijk wel moeilijk fout. Hallo? Dankjewel. Kabeltje. Zo. Oké. Weer hetzelfde verhaal hier. Chesto hier. Eens even kijken of ik nog wat zie gebeuren. Net had ik rol daarmee. Security upper engine. Gaat naar medbay waarschijnlijk of cafeteria. Storage, seeker 2, security. Ja. Hier niet zo bijzonders. Die lampen weer uit. Dat is wat ik dan. Ik zag Koen daar lopen. Worden deze al gefixt? Nee. Wie zit er nou te kutten? Laat mij eens gewoon mijn ding doen. Oh, met vier mensen erbij. Prachtig. Ik heb hier nog een task gehad. Vier mensen op diezelfde. Het. Was hier meer chesten? Laat mij eens. Hallo? Wat krijgen we nou? Ja, maar het is hier sowieso iemand van, dat weet je nu al. Ik ga naar security trouwens. Oh nee, ik wil niet met Chesto zitten daar! Nee! Chesto vertrok voor geen reetje. Oh. I found Raoul in the cafeteria, yeah, woo! Maar soort voor mijn gevoel was iedereen bij elkaar, behalve jij Rob. Ik wou net zeggen, wie was er bij Tess? Iedereen was bij elkaar. Ik denk dat jij het dan toch zelf hebt. Vier man opgesloten in Electric. Santino en ik stonden aan de buitenkant. Ja, voor mij waren mensen. Met sowieso Rob zelf. Ik denk Rob wel een kleine self-report, hoor. Denk ik zo. Dat kan niet anders. Dat is een Rob was als enige alleen. Oké, dat Mr. Rob. Ik durf nu een miljoen te zeggen dat het geen self-report was, maar prima. Bro, okay. Iedereen was bij... Maar waar was Mattie dan? Mattie, nee. Die was bij ons. Buiten bij Elektra. Oké, okay, dan... Hij kan ook daarvoor... Ik had het lijk dus gewoon kunnen laten liggen. Kutzooi. Dan was je alsnog verdacht. Iedereen was geen self-report. Het was geen self-report. Ik had het namelijk niet... Rob, als imposter moet je gewoon van die lijken afblijven. Ja, maar ik dacht, kut, dan kom ik iemand tegen en dan ben ik er voorbij gelopen. Dat is ook opvallend, weet je wel. Die Rob erachter. Had die oxygen, kut. Eens even kijken. Zo. En zo. Upper engine'tje. Het ding is een beetje, er was dus wel sowieso iemand van Fixie Lights, heb ik helemaal geen zin in, die lampen. Er was dus wel iemand van die groep waarbij we net zonden, was wel sowieso imposter. Oh, reporter. Oh, huh? Yo, dit was gek. Alright. Dit was gek, ik loop in donker en zie ik reportknop staan. Ik had helemaal niet een like gezien, maar ja. Santino blijkbaar. Ik heb net die shit gefixt bij Electrical, dat die storm uitging, dus ik ben... Okay. Ja, en ik heb Mark en Matt bij admin gezien. Matt was eerst aan het kijken en Mark heeft die swipe task gedaan. Yep. Dus dan is het of SC of het is een self-report van Milo. Want maar Milo, wat was jij dan, Milo? Het is op de grens tussen Reactor en... hoe heet dat ding? Ja, ik ben daar niet geweest. Ik ben naar Navigation Wiring gedaan, toen naar admin, daar zag ik Mark. Ja, ik ben daaronder ook niet geweest. Hij ligt midden in de gang, helemaal links naast Reactor. Wow. Ik was bij O2 en ik heb Essie niet gezien. Ik heb bij O2 ja, heb ik en het ding is zo. Ja, daar Chester, hou je weg. Nee, het enige wat hooguit kan, is dat Essie mij gezien heeft op een hoek dat ik hem net kan zien. Want ik zag Mattie en Chesto admin net verlaten toen ik kwam. Waar was hij? Ja, hij stond aan de admin bij die kaart, dat zag ik. Want ik heb maar, daar niet gezien. Essie, het kan zijn dat ik jou niet gezien heb, omdat het licht uit was in dat moment. Hè? Ja, ik heb zelf letterlijk die reactor uitgezet, die O2 ding. Maar Essie kan dat natuurlijk niet weten, want als hij imposter is, is voor hem het licht niet uit. Dus dan kan hij Chesto makkelijk gezien hebben. En Chesto denkt, ik heb Essie niet gezien. Maar Essie denkt, hoe kan je hem niet gezien hebben? Want die heeft een heel ander licht, als imposter. Dat weet ik niet.
Oei. De enige, ik vind Essie en Milo verdacht. Ja, ik ja. vind verdacht. Maar even, hey, maar even, okay, willen goed, we, mij er maar uit. Maar willen we een risico nemen, als in, denken we dat Rob echt imposter was? Ja, tuurlijk, Rob was sowieso imposter. Ja, Matt, iedereen was bij elkaar op dat moment. En Rob riep Rob zei het ook zelf, soort van dat hij het was. Dat is niet heel leuk trouwens, maar dat is wel leuk voor Rob. Maar we moeten wel stemmen nu. Gok of niet? Milo. Ja, ik vertrouw Mark, maar... Ik wil best skippen. Ik skip hem gewoon. Nee, ik ga hem trouwens op... Nee, ik skip hem. Want een soort van, ik vind het te eng om nu... iemand eruit te stemmen als hij het dan niet is. Essie, waarom heb je niet... Essie, skip! Vijf redden. Ik wou Milo stemmen. Op mij! Oh. Op mij! What the fuck? Nee, je bent er niet uit. Nee, dat weet ik, maar hij wil het wel. Nou, dude. Jezus. What the fuck, die Essie! Ja, die is het, hè. Het is die Essie, let maar op. Hallo. Dankjewel. Oké, Matt weet dat ik er niet ben. Godver. Ik pak deze wel. Matt, pak jij die andere? Dit is dus kut. Ik weet dat Matt het niet is. Het Jesso komt daar. Ja. Het is die Essie, let maar op. En dan ga ik daar nu heen en dan ligt Matt hier daar dood en heeft Essie hem gekillt. En hopelijk dat ik net op tijd ben. Oh, Massie Merk. Het is Essie 100%. Kan niet anders. Die deed ook weer niks. We moeten bij elkaar blijven. Godver, nee! Nee! Nee, nu komt Essie in mijn rug! Nee, let maar op! Nee, daar ga ik! Oh, nu komt die Essie in mijn rug. Oké, mooi. Kleine meeting? Essie, waar ben jij op dit moment? Ja, dat vraag ik me ook af, ja. Ja. Dat vraag ik me ook heel erg af, ja. Mattie en ik konden de cafeteria niet uit. Klopt. Ik was in admin. Ik zat eerst bij security, daar stond Essie maar op te wachten. Toen ging die meltdown. Ja. Toen liep ik naar admin. Voor mij heb ik Milo daar. Ja, ik heb hem gefixt, ik heb hem daar gefixt. Ja, klopt. En toen liep ik admin in. Toen was die deur dicht bij de cafeteria. Ja. Mm-hmm. En ik loop terug en 100% dat Essie gefant is. 100%. Nee, maar soort Essie was ook de enige die niet naar zo'n O2 ding ging. Essie, je staat gemute. Toch of niet? Jesso, jij hebt mij toch O2 in zien lopen, of wat? Ja, en ik heb je er niet uit zien lopen en die deur was dicht. En opeens is niemand meer in O2. Ja, dat is zeker niet waar dit. Ja, dan laten jullie Jesso winnen, dat is goed. Nee, ik vertrouw het voor gemeten. Ik stem op Essie. Niet, echt ik stem echt op Essie. Ja, ik vind Essie ook een B. Ik vertrouw het voor gemeten. Ah, Jesso, jij zegt 100%. Luister, en dat zweer je op, best. Dat zweer je op je... Luister. Ik heb al mijn tests gedaan. Jullie mogen dan gelijk een... Ik moet nog een task. Een muntje doen en stem mij er dan maar uit. Als je denkt dat ik ben. Maar 100% Essie. Wij zijn maar Matt en Mark. Wij gaan toch allebei ervan uit. Wij zouden alle drie niet zijn. Neem ik aan. Ja. Een soort van... Laten we dan Essie nu stemmen. Anders dan Chester. En dan bij elkaar blijven. Ja, mocht hij meteen die ding aangooien. Die niks. Blijf dan bij elkaar. Ik weet namelijk dat Chester er wel eens daar moeite mee heeft. Maar gelukkig zien we die imposter. Dus dan kan het andersom. Gaat het niet lukken. Oké. Ik ben niet de imposter. Echt niet. Let maar is goed. Milo, ik blijf sowieso bij jou. Ja, mooi. En Matt dan ook graag. Maar we hebben al gewonnen natuurlijk, dus eigenlijk is het niet nodig. Hè? Nee, joh! Godver! Ja, dag. Gaat u die lampen, gaat u die lichten uit zo? Nee, daar gaan die lampen! Ja, kom maar. Ja, kom met z'n allen. Dit is zo kut. Chester is het, hè? Godver, ja. Oké, red me! Report! Het is 100% Matt. Oh, what the fuck! Jesso opgepiestraald. Ik sta die taak te doen. Gast. Ik sta al op mijn lippen op de taak. Als die Mark hier intrapt. Jesso, ik moet toegeven. Je had een goed plan. Stem op mij. Ben ik? Oké, ja? Ja? Ja, ik stem met plezier op jou. Ik stem op mezelf. Let op, hè. Moet je opletten. Oh, wat zijn die dom. Oh, mijn god. Als je gelijk hebt, dan had ik het leven. Ja, let maar op. Mark!
Jij bent zo fucking slecht in dit spel. Ongelooflijk. Zo slecht. Ah, jij kan het beter. Ongelooflijk. Oh mijn god. Ah, Mark, jongen, wat een hoe kon je hoe had Mark het moeten weten? Nou, gewoon luisteren. Zonder luisteren. Hij zegt, oké, het is Tiësto. Nou, mooi. Dan kan Matty gelijk op Tiësto stemmen. Ja. Ja, alleen wat wel mooi was, ik heb Milo de hele tijd gevolgd. En elke keer als hij camera in wilde, druk ik snel die deur. Ja, jij bent zo'n lul. Ik dacht al, ik vond het wel heel irritant. Maar dat was voor mij ook het vorige bordje de reden dat ik wist dat Roel echt imposter was. Elke keer als iemand imposter dood is, gaan er aan het einde alle kanten gaan al die deuren dicht en zo. Als iemand gewoon te kloot heeft, natuurlijk tijd over dan. Ik zat je een beetje te nakken. Mannen, bedankt voor het meedoen. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende. De groeten.